Second wave of COVID-19 cases. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Hoe lang gaat dit eigenlijk allemaal duren? Maken, man. Oh, wat voor video? Geen idee. Ik zie bij zoveel mensen om me heen dat ze sinds ze veel thuis zitten ineens met zichzelf geconfronteerd worden of zo. Het lijkt alsof ze niet meer weg kunnen rennen van hun problemen. Ja, dat merk ik ook wel, man. Ook wel bij mezelf, eerlijk gezegd. Ja, toch? Ik wil gewoon duidelijk maken dat je deze tijd goed kan gebruiken. Gewoon om aan jezelf te werken en erachter te komen wat echt belangrijk voor je is. Ja, dat is een goed idee, man. Hoe wil je dat duidelijk maken? Ik maak deze video om te zeggen dat deze tijd ook weer voorbij gaat. Misschien heb je er helemaal niets aan, alleen wat er om ons heen gebeurt, kunnen we niet controleren. Wij als mensen zijn bang voor stilte. Stilte betekent namelijk onzekerheid. En in stilte heeft alles wat we weggedrukt hebben de kans om naar boven te komen. We doen normaal gesproken alles aan om dit te vermijden door iedere seconde die we hebben op te vullen en altijd bezig te zijn en op deze manier weg te rennen van onszelf. Nu dat niet meer kan, zoeken we andere manieren om onszelf af te leiden en de stilte op te vullen. Ik weet dat het geen makkelijke tijd is en kan zorgen voor een gevoel van boosheid en frustratie. Alleen, hoe gefrustreerd je ook wordt, het zal de situatie niets veranderen. Uiteindelijk is het enige waar je invloed op hebt, je innerlijke staat en hoe je met de situatie omgaat. Ineens valt alles waar we ons aan vast konden houden weg. In deze stilte worden we bijna geforceerd om naar onszelf te kijken en vragen te stellen. Alleen op deze manier kun je erachter komen wie je bent en wat belangrijk voor je is. Ik ben er deze tijd achtergekomen dat heel veel mensen voornamelijk leven naar verwachtingen van anderen. En bang zijn om hun dromen te volgen. En dat deed ik zelf ook. Ik had net als vele anderen een beeld over hoe het leven moest zijn, omdat we dat zo geleerd hebben en iedereen zo leeft. Maar als we echt alles eruit willen halen, moeten we uit die comfortzone. Dit is de tijd om erachter te komen wat je echt gelukkig maakt. En het is hiervoor heel belangrijk om jezelf te kennen en dat begint bij het volledig accepteren van jezelf. In plaats van afleiding te zoeken, al je emoties te observeren en toe te laten. Het is oké om je boos of verdrietig te voelen. Ik denk dat deze periode ons leert dat we niet veel nodig hebben om tevreden te zijn. En ons laat kijken naar wat we allemaal hebben. Het is superbelangrijk om plezier te blijven maken en naar buiten te gaan. Om alles niet te serieus te nemen en het kind in ons naar boven te laten komen. Uiteindelijk komen alle antwoorden wanneer je de controle volledig loslaat en de stilte omarmt. Alles gebeurt met een reden, dus probeer dat te vertrouwen en zo min mogelijk weerstand te bieden. En ook al lijkt het op dit moment misschien heel duister,
De lichte dagen die komen ook weer.